We zijn hier op het autosalon. We hebben slimme familiewagens, we hebben Chinese fleetwagens. Gelukkig zijn er ook nog leuke wagens. Ik laat je de leukste zien. Volg mij. Als je het over leuke wagens hebt, dan kan je natuurlijk niet voorbij aan Alpine. Dit is de 110R. Die is niet krachtiger dan de S of de GT, maar wel sneller. Hoe komt dat? Hij weegt minder. Koolstofvezel, een uitgekleed interieur. En meer downforce. Achteraan spoilerpakket dat voor 29 kilogram aan downforce zorgt. Moet wel snel zijn, want er zijn niet zoveel meer over. Rijplezier hoeft comfort en luxe niet in de weg te staan. Dat bewijst Maserati met de Grecale, een SUV, gebaseerd op de Alfa Romeo Stelvio. Dus qua rijdynamiek zal het dik in orde zijn. Motoren, tot 530 pk. Dan heb je de V6 Netuno uit MC20. Binnenkort komt er ook een elektrische versie, de Folgore. Dus rijplezier kan dan ook ecologisch verantwoord zijn. De elektrische Fiat 500 is er nu ook als Abarth. Die is 154 pk sterk en is op Balocco, dat is het testcircuit van Alfa Romeo, sneller dan de 695 op benzine. Batterij, 42 kWh, goed voor een dikke 300 km. En leuke kleurtjes. Motto's zijn natuurlijk ook heel leuk. Maar we zijn hier eigenlijk voor de M2. We spraken daar juist over een Alpine 110R. De viercilinder natuurlijk. Hier hebben we 460 pk, 6 in lijn, ook achterwielaandrijving. Keuze zelfs tussen een manuele bak, wat de Alpine niet heeft. Dus ook wel het overwegen waard, maar wel een pak zwaarder. Dus moeilijke keuze. We hebben Porsche, we hebben Lamborghini, we hebben Bugatti. En toch is dit de ster van de dieterstand. We hebben het over de Rimac Nevera. Een elektrische supercar met meer dan 1900 pk, meer dan 2300 newtonmeter. Topsnelheid 350 km per uur, gelimiteerd, want anders gaat hij een stuk boven de 400. 0 tot 300 in minder dan 10 seconden. Dit is een van de 150 exemplaren, dus haast je, zou ik zeggen. Wie fun zegt, denkt Porsche. En dan specifiek deze 911 GT3 RS. Het beste, maar dan nog beter. Meer power, meer downforce, minder gewicht. Het NEC Plus Ultra. De SUV-trend zet zich ook door naar sportwagens. Nou, de Porsche 911 is de beurt aan de Lamborghini Huracan. Dit is de Sterrato, een soort off-road versie. Vierwielaandrijving, beschermkappen, extra lichtjes op de voorkant, snorkel op het dak en ga maar. Je hebt geen Urus-nummer nodig.